Prachtige omstandigheden. In ieder geval qua weer. Voor wat? Voor Almere. Een hele spannende avond gaat worden en een hele bijzondere avond kan worden. Op jacht naar het play-off ticket. Maar daarbij dus wel afhankelijk van. Opstelling van Almere City. Lewin terug in de basis ten koste van Helstroep. Ik zei het al, reserveur er niet bij. Voor hem speelt Racing op het middenveld. En voorin zien we Van Hoeven in plaats van Peril. Thijs Veldhuis is de aanvoerder van Jong AZ. Erwin Blank is de scheidsrechter. Bij Jong AZ maakt Jelle Duin zijn rentree. Zware blessure gehad. Voor het eerst sinds eind november weer in actie. Hij begint in de spits. Dat betekent dat Van Brederode op de bank zit. En Bo Reus staat op doel in plaats van Westerveld. Niet gewoon half van het veld gaan. Iedereen zegt zo, gaat 9 minuten of iets korter, is helemaal kapot. Slopen vandaag, gaan we gewoon binnen. Kom maar, kom maar! Tabouni, snel in één keer door. Tabouni aangetikt door Van Vlerken, maar Kerkes is er vandoor. Kerkes, de 16 in, terugleggen en bijna de goal. En de rebound, slecht ingekopt door Poku. De eerste inzet was, dacht ik, van Fedder de Jong. En dan naar Poku. Toch een behoorlijk vrije kopkans. Mannen gedaan door Pauwels, waardoor hij nog bij die bal kwam. Een duwtje. Ligt daar een schoen in de 16. Waar die bal nu nog bijna tegenaan komt. En wie is de schoen? Die is van Thijs Veldhuis. Dichtbij als de voorzet van Alhaft voorbij schiet aan zowel Van Hoeven als Pauwels. Post. Kijk eens even, Danny Post. Dat is een echte linksbuiten. Voor dit die corner. Wat levert deze hoekschop op? Van Duivenstein, die is goed en die valt op het hoofd van Leeuwin. Nee, hij valt tegen Lathouwers aan. Het is afwachtend van Almere. Ergens valt dat ook wel te begrijpen. Er zijn scenario's denkbaar waarbij een overwinning misschien niet eens noodzakelijk is. Maar ja, daar zou ik toch niet op gokken. Ja, dat is goed gezien. De steekbal aan Van Hoeven en die wordt dan teruggefloten. Dat is een klein duwtje van Bradley Van Hoeven. De bal van Post. Die doet toch echt helemaal niks verkeerd. Veldhuis. Daar is Poku. Goeie aanname. Combinatie met Duin, dat is goed gespeeld. En de redding van Bakker op de inzet van Poku. Pept zijn ploeg wat op, de keeper van Almere. Want het is af en toe een beetje slapjes aan de kant van de thuisploeg. Ja, half uur gespeeld, de twee beste kansen zijn voor Jong AZ geweest. Vroeg in de wedstrijd. Inzet van de Jong en de rebound voor Poku. Zojuist nog een keer Poku. Oh, Pauwels die kruipt er zomaar voor. Bij Dekker.
Veldhuis. Buurmeester, niet langs post. Alaft. Gebeurt er meestal wel iets. Dit balletje naar Racing. En redding Reus. Buiten de 16, dat is niet zo handig van Bakker. Ik denk dat Kerkes hier zegt, ik kan hem heel makkelijk met links zo links langs die muur draaien. Het wordt toch Tabouni, die daalt dus niet snel genoeg. Ik denk dat hij beter lag voor linksboot. Veldhuis, oeh, die loopt zich vast en houdt dan Duivenstein tegen. Inmiddels heeft Duivenstein wel de bal. Arweiler tegen de grond. Niks aan de hand, zegt Blank. Alhaft naar Racing, naar post. En tegen Buurmeester aan. Nou, een klein beetje opleving. Aangezien die schoen van Dekker uit is. Wegen eigenlijk te zeggen dat Arweiler op de voet van Dekker ging staan. Duivenstein mag hem nemen. Jacobs, zo. Aardige beweging en matig schot. Dat deed hij leuk. Half uur nog. Tabouni is weg en nu mag Bakker niet zoveel meer doen, net al geel op zak. Tabouni in het zijnet. Buurmeester. Altijd Buurmeester naar Meerdink. Max Meerdink en de goal voor Jong AZ. Via de net ingevallen Max Meerdink. Dat is leuk voor Jong AZ, dat is leuk voor Max Beerink. Dat is heel pijnlijk voor Almere City. Nou, echt haast lijkt Almere City ook niet te hebben. Tabouni. Dekkers. Ze langs Dekkers en Tabouni met de 0-2. Dan is het toch wel klaar voor Almere. Quinten Dekkers trekt hem terug en daar staat Tabouni. Die binnenloopt. Zijn vierde van het seizoen. Buriel. Opgepikt door Pol. Stijn was hem even kwijt. Meerdink. Veel ruimte nu voor Jong AZ. Ja, Almere heeft zeer aanvallend gewisseld, uiteraard. Van Brederode. Kerkes. Wacht, mooie beweging en bijna de 0-3. Schot van Iman Griffith en dan... Nog een keer Bakker. Ik vind het gevaarlijk. Het is heerlijk weggedraaid. Dan poging 1. En Bakker, die daar iets meer vertrouwen uitstraalde dan dat hij daar werkelijk kon hebben. De Jong. Al kwijt aan Amuti, maar... Veldhuis, uiteindelijk Griffith. Tabouni springt net omhoog die bal. Kroma.
Curiel. Tegenover Dekkers, lage voorzet en het voetje van Wildeboer. Dekkers nog een keer van de assist bij de 2-0. Meerdink en Dekkers schiet over, maar er komt een strafschop voor Jong AZ. Daar krijgt hij een tik van Post. Dabouni voor zijn tweede. En 3-0 voor Jong AZ. Dat zijn vrij pijnlijke cijfers voor de thuisploeg. De gezichten zeggen alles, dit zegt alles. Ze hadden het voor gezien voor dit seizoen. Scheidsrechter Blank vindt het mooi geweest en dus zit het seizoen erop voor Almere City. En Jong AZ gaat Jong AZ uiteindelijk hoger eindigen. Namelijk op plek 13, dat is de beste eindklassering voor die ploeg ooit. En Almere City zal waarschijnlijk als 14e eindigen. Ik zei het al, ze keken al lang niet meer naar die reguliere stand. Ze keken alleen nog maar naar de stand in de vierde periode. Die bood nog hoop op deelname aan de play-offs. Maar vandaag heeft Almere City geen moment laten zien daar ook maar enige aanspraak op te maken.